Vijf jaar geleden kreeg Leiden haar eerste plantenasiel, waar thuisloze kamerplanten op zoek kunnen gaan naar nieuwe eigenaar. Afgelopen vrijdag opende het asiel voor het eerst sinds de lockdown haar deuren weer voor bezoekers. Vanwege de coronacrisis was het asiel lange tijd gesloten, maar de vrijwilligers hebben niet stilgezeten. Toen moesten we natuurlijk gaan nadenken over hoe nu verder. Dus hebben we al vrij snel bedacht om Adopt en Collect op te zetten. En uh... Dat uh, liep eigenlijk heel goed. Dus we hebben gewoon uh, foto's uh, gemaakt van de planten en die uh, op internet gezet en dan konden mensen planten reserveren. En die konden dan uh, een uh, afspraak maken binnen een tijdslot en dan uh, de planten ophalen. En dat is nu gelukkig weer over. Kun je wat uitleggen over het concept van het plantenasiel? Uh, ja, we adopteren of we accepteren eigenlijk alle planten die uh, anders in de krikko zouden blanden, dus uh, we willen ze graag een tweede kans bieden. Dus die zijn misschien niet meer zo mooi. Of die zijn uh, bijna stervende. Of mensen die denken: ja, uh, ik geef het op. En we. Ja, we zorgen weer voor ze. Wie runnen jullie allemaal het plantenasiel? We zijn met een groepje van. Ik denk ongeveer tien mensen. En uh, dus ja, het is eigenlijk een hele gemêleerde groep. Met uh, mensen uit allerlei landen. En uh, alle. ...windstreken van de wereld. Marjana is uh, onze beste vrijwilliger. Ze is hier elke week. Uh, lekker op de stoel. En ze uh, is uh, de mascotte van... ...ze uh, is, is mijn hondje. Het is een zwerfhondje uit Roemenië... ...die ik zelf heb gevonden. En wat voor mensen komen hier langs? Van alles en nog wat. Heel veel studenten. Ook heel veel oude mensen... ...die komen planten brengen. Maar voornamelijk... Uh, ...ja, mensen die bezig zijn met... Uh, duurzaamheid. En er komen ook mensen die gewoon uh, helemaal geen planten hebben of net beginnen en die uh, op zoek zijn naar uh, nieuwe plantjes.